Hallo allemaal. Lezen voor de lijst, Abdelkader Ben Ali. Ben Ali, moet je zeggen. De Weekendmiljonair, in 2019 verschenen. Samenvatting op scholieren.com. En er is een motto van Multatuli. Van de maan afgezien zijn we allen even groot. Dat betekent ook al voel je je klein en onbetekenend, zoals bijvoorbeeld Osama, de jonge man in dit verhaal. Je mag er zijn, net als alle anderen, en die verschillen zijn helemaal niet zo groot als je denkt dat ze zijn. Je hoeft je niet krampachtig te verheffen boven anderen. Dat is het rijk worden van Ahmed, hè, die krampachtig probeert om miljonair te worden, bij wijze van spreken, in ieder geval heel rijk te zijn. En je hoeft ook niet te gering over jezelf te denken, want vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot. Die verschillen zijn zo relatief, en dat is een prachtig woord van Multatuli. Osama is wel geneigd om te denken dat hij veel kleiner en onbetekenender is. En die vader eigenlijk ook, die wil graag zich opwerken, maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Een vader, een zoon en een moeder heb je eigenlijk nodig om een goed verhaal te vertellen. Niet veel meer als je naar de Odyssee van Homerus kijkt. En die speelt een belangrijke rol eventjes in het verhaal. Althans wordt even genoemd en we komen daar nog op terug. Er is ook nog een buurvrouw, een heerlijke Rotterdamse. En een heel positieve figuur in dit verhaal. Je zal ze in mijn samenvatting niet terugvinden, want daar is het te onbetekenend voor in het verhaal, maar je vindt het in de samenvatting op scholieren.com wel. Je kunt een verhaal gaan bouwen met een vader, een zoon en een moeder over een migrantengezin, zoals die veel in de jaren 80 naar Nederland kwamen, over dromen, over het verschil tussen rijk en arm en daarbij behorende obsessie om rijk te worden, over de invloed van het verleden op het heden, over te snel groot worden, letterlijk en figuurlijk, geldt dat voor Osama, en over de rol van intermediair die Osama moet spelen, over het ontwikkelen van een identiteit, over de stad Rotterdam, die doorsneden wordt door de Maas, door een rivier, en over het verschijnsel van de raamvertelling. Daar zal ik allemaal dingen over zeggen. Eerst maar even over de dromen. De moeder van Osama, Laila, en Ahmed de vader dromen erover nog eens terug te gaan naar het land van de Atlas, namelijk Marokko. Dat noemen ze consequent het land van de Atlas. Maar Ahmed heeft iets gedaan wat hun terugkomst naar Marokko belemmert. En wat je pas later in de roman in een van de raamvertellingen te weten komt. Uit woede en verzet tegen de rijken in zijn dorp, in het gebied waar ze vandaan komen, heeft hij de beheerder van een transformatorhuisje dat over de elektriciteit gaat, dronken gevoerd en het licht in de buurten van de rijken uitgedraaid. Nou, het licht was natuurlijk symbolisch voor hun rijkdom. Zij hadden heel goed toegang toe, maar de armen niet. En daarom heeft hij uit een daad van opstandigheid, zeg maar, van revolutionair zijn, heeft hij dat licht uitgedraaid. En daarom is hij persona non grata in zijn land geworden. En daarom verdwijnt Ahmed elk jaar wel een keer naar Brussel om daar zogenaamd met een advocaat te spreken. Osama denkt al snel dat het niet een advocaat is, maar iemand die weer een kennis heeft die op de ambassade werkt. Dus het is eigenlijk onduidelijk wat hij daar in Brussel nou eigenlijk gaat doen, maar er komt nooit wat van terecht uiteindelijk. Ze mogen steeds nog niet terug. Met hun vervalste paspoorten, want daar waren ze mee gekomen door mensen smokkelaars, waar ze naar Europa gebracht en uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, hoewel ze in Zwitserland wilden wonen. Dat mislukt dus telkens om terug te gaan.
Vader en moeder dromen wel over die terugkeer. Hoewel het rare is dat ze, als ze de verhalen vertellen hoe ze het daar hadden, het ze daar heel slecht hadden en heel arm. En geëxploiteerd werden door de rijken. Als Ahmeds vader een andere droom heeft, dan zou dat wel de droom zijn van de obsessie. Een obsessederende droom over rijkdom. Hij droomt van rijkdom, om een hele rijke man te worden. En daarom werkt hij zwart naast zijn uitkering. Hij heeft een rode Ford Transit uiteindelijk gestolen. Eerst had hij die al in handen gekregen, kun je in de samenvatting lezen. Maar hij moest hem weer inleveren en werd weer verkocht. Maar toen is hij hem gaan stelen op een groot terrein van de haven en hij vervoert nu meubels, tweedehands meubels, van de ene deel van de stad naar de andere. Hij koopt meubels op en hij probeert ze te verkopen. Hij heeft een hele filosofie over hoe je dat moet doen en hij is dus een tweedehands meubelzaak begonnen, waarbij Osama de straten moet opzoeken. Hij is de stratenopzoeker, want dat kan hij heel goed, maar hij moet ook helpen met sjouwen. Wat met zijn aandoening, hij heeft namelijk een groeistoornis, hij groeit veel te hard, nog helemaal niet zo gemakkelijk is. Ook dat verlangen om rijk te worden wordt gedreven door het verleden. Er liep een rivier door hun dorp in Marokko. Aan de ene kant woonden de rijken en aan de andere kant de armen. Het slip brengt de rijken vruchtbare grond en de armen verpieteren. De rijken besteden het werk in hun boomgaarden en op het land uit aan de armen. Die moeten de oogsten binnenhalen en handelen zelf in paarden. Eén ding hadden de armen en vader wel behouden en dat was hun eer. En ik geloof dat dat onuitgesproken ook een heel belangrijke rol in die vaderfiguur speelt. Dat hij een bepaalde eer heeft. Ook al lukt het hem niet om rijk te worden, hij heeft wel zijn eer nog. Hij heeft toen in Marokko de rijkdom gezien op een jaarlijkse paardenmarkt. En nu wil hij ook zo worden. Ook iemand die wakker wordt op een kussen van goud, zoals er in het boek staat. Na recrutering voor de Spaanse burgeroorlog verbranden veel armen hun identiteitskaart, wat hun later nog al duur te staan komt. Ze kunnen geen elektriciteit krijgen zonder zo'n identiteitskaart, dus de elektriciteit is voor de rijken. En die exploiteren de armen en houden hun eronder. Als vader letterlijk het licht uitdoet bij de rijken, moet hij, om zijn straf te ontlopen, met zijn vrouw op valse paspoorten vluchten naar Nederland. Er zijn dan al mensensmokkelaars die dat doen en ze komen uiteindelijk niet in Zwitserland terecht waar ze heen wilden. Maar de vader, omdat vader dacht dat Zwitserland op Marokko zou lijken, maar in Zwitserland zijn de bergen wel wat hoger. Dus dat was niet zo en daar zet hij zijn pogingen om rijk te worden voort. Eerst een eenvoudige baan in de haven, nou daar word je niet erg rijk van. Dan verliest hij zijn baan nog en gaat hij die meubelhandel proberen met een gestolen Ford Transit. Maar dat floreert helemaal niet. Maar zijn uitspraak is wel, bij een succesvolle man hoort een Ford Transit. En daarom gaat hij hosselen, maar de zaken lopen niet echt. En dat komt hem op sarcastische opmerkingen te staan van zijn vrouw. Ahmed is een weekendmiljonair in het weekendmiljonair en op maandag heeft hij geen cent meer. Met andere woorden, hij is helemaal geen miljonair. Verre van dat. Maar hij filosofeert uitgebreid over twee onderwerpen, die vader. Hoe je de meubels aan de mensen precies slijt, hoe je dat doet. En dus rijk wordt, heeft hij allerlei regeltjes voor. En hij kleedt zich ook op een bepaalde manier en hij spreekt slechter dan hij eigenlijk het Nederlands beheerst. En over het rijk zijn zelf.
Daar filosofeert hij ook over. De Osama zegt: zolang ik mijn vader kende, droomde hij van geld. En er staat ook nog in het boek: wie niet naar rijkdom streefde, bleef ondergeschikt aan alles en iedereen. Maar wie naar rijkdom streefde, zou worden, wie niet naar rijkdom streefde, zou worden vergeten. Kreeg altijd het deksel op de neus. Vader is dus meer een filosofische dromer met verhalen over het Marokkaanse verleden en de kunst van de meubelverkoop en ideeën over het verschil tussen autochtonen en allochtonen. Dat is waar die vader mee bezig is. En echt rijk worden, nee. Zo opstandig als hij was in Marokko, zo kameleonachtig aangepast, doet hij zijn werk als tweedehands meubelverkoper. Hij houdt zich echt in. En hij denkt voortdurend strategisch: hoe kan ik deze klant het idee geven dat hij het bij mij moet kopen en wat spullen aan hem kwijt of wat spullen van hem meenemen. Het boek gaat dus over het verschil tussen rijk en arm. Daar ga ik nu iets over zeggen. Het verschil tussen rijk en arm wordt vooral getoond in de verhalen over Marokko, waar, zoals ik verteld heb, de rijken de armen uitbuiten. Moeder is door haar vader, door haar ouders, weggegeven en opgevoed door familieleden. Alles vanwege de armoede. Een dochter minder is een mond minder om te voeden. Dat verklaart wel de lichtgeraaktheid van moeder als het om vader en andere vrouwen geldt. En haar vader, de vader van Osama's moeder, zijn grootvader dus, die heeft niet alleen niet voor haar gezorgd, maar ook nog eens relaties met allerlei jonge vrouwen aangeknoopt. En heeft dus een liederlijk leven geleid. Daarom wantrouwt ze haar echtgenoot als ze voor het eerst kennis maken met die Rotterdamse buurvrouw, dan is ze stikjaloers. Ze is sowieso ziekelijk jaloers. En dat komt natuurlijk vanuit haar verleden. Tijdens vaders jeugd telde alleen wie je familie was, of je rijk was, of je kon ontkomen aan kiespijn, zegt hij. Hè? Met andere woorden, als je kiespijn hebt en je hebt geen geld voor de tandarts, dan kun je daar niet aan ontkomen. Kun je het wel, dan heb je geld. Je ambitie wordt de kop ingedrukt en je wordt eigenlijk bang gemaakt, zei hij, voor je eigen droom. En die ambities heeft hij meegenomen naar Europa. En dat verklaart natuurlijk de grenzeloze ambitie van die vader. Is hij nou weggegaan om zijn droom waar te maken, of is hij weggegaan omdat hij bang was straf te krijgen voor het uitdoen van het licht bij de rijken? Dat is de grote vraag. Osama denkt dat dat vooral om de straf ontlopen gaat. Maar nou ja, het is niet zo makkelijk om daar onderscheid tussen te maken, tussen die twee vragen. En het zal allebei wel een beetje waar zijn geweest. Maar het is nog hier in Nederland helemaal niet zo gemakkelijk om rijk te worden. Hij moet nu vooral zich weten te verhouden tot de autochtonen, die vader, hè? En daarom probeert hij met een verkoopstrategie succes te hebben. Hij zegt: vertrouwen verpakt als list en list verpakt als vertrouwen. En die moraal ramt hij er bij Osama in. Osama is maar een jongen van een jaar of 11, 12, dus die is heel beïnvloedbaar. Zijn bescheidenheid is een stukje dienstverlening naar rijke mensen toe, zoals hij zegt. Hoe minder last ze van ons hebben, hoe beter. En dan zie je dat je wegcijferen, weggaan eigenlijk, maar wel zijn, maar tegelijkertijd weg zijn, dat uit Marokko mee naar Nederland gekomen is. Hij was, ik citeer, de kleine man die een groots plan moest uitdenken om als kleine man gezien te worden. Terwijl hij eigenlijk niet een kleine man wil zijn, maar rijk wil worden en een grote man wil zijn. En hij trekt zelfs kleren aan die hem bij wijze van spreken onzichtbaar maken of passen bij zijn rol. Hij is een man van duidelijkheid, wil die uitstralen zonder poespas en betrouwbaar en noem het allemaal op wat je als verkoper nodig hebt.
Zelfs zijn taalgebruik past hij aan. Hij spreekt, zoals ik al zei, opzettelijk gebrekkig Nederlands. Maar uiteindelijk rijk wordt hij er helemaal niet van. Hij blijft de eeuwige weekendmiljonair. De invloed van het verleden op het heden. Ik heb er al iets van gezegd. Over moeders achtergrond en over vaders achtergrond hebben we het dus eigenlijk al gehad. Zijn ze nu naar Nederland gekomen om hun droom waar te maken van rijkdom, of wil de vader alleen maar zijn straf ontlopen voor het afsluiten van het licht van de rijk? En de waarheid ligt ergens in het midden. Feit is in ieder geval dat Ahmed zijn verhaal over het verleden vertelt steeds aan zijn zoon in die Fort Transit, om zijn zoon te doordringen van het feit dat je een bepaalde strategie moet hebben om succesvol te zijn. Was hij in Marokko achteraf gezien een revolutionair, in Nederland is hij, zoals gezegd, een chameleon. Hoewel hij zich voorstelt een opstandeling te zijn, een migrant, een vechter, een dromer, maar ook gezien wordt als uitvreter, economische migrant, exil, onderdrukt, verstoten, verward, lastig. Een vechter is vader vooral als het aankomt op het krijgen van punten die toegewezen worden bij gebreken aan je huis, zodat je naar een volgend huis mag gaan dat beter is. Tot tweemaal toe lukt hem dat in het verhaal, om een beter huis te organiseren voor zijn gezin. Daarin is hij wel geslaagd. Hij is duidelijk trots op zijn truc om het licht bij de rijken uit te doen. Hij heeft gezegd: als God strafte ik ze. In het verleden bestonden de armen niet voor de rijken, zegt hij als persoon, en dat wil hij nooit meer meemaken. Het deel van die geschiedenis over vroeger neemt hij zelfs op een cassettebandje. En hij zegt tegen zijn zoon: dan hebben we onze geschiedenis in ieder geval op dat cassettebandje. Dit is onze geschiedenis. Maar die onderdanigheid geeft hij wel door aan Osama wanneer hij aan de spullen van een klant voelt. Hij zegt dan: raak nooit de spullen van een klant aan die je niet verkoopt of die je niet koopt. En Osama krijgt daar een soort straf voor. Hij mag een paar dagen niet mee. Die verhalen van het verleden die gaan over een feodale maatschappij daar in Marokko, waar meisjes van de armen gekocht werden door rijke jonge mannen. En ze worden dan op een Arabisch paard opgehaald en je ziet ze nooit weer. Nou, dat kun je alleen in de feodale samenleving die wij al lang achter ons hebben gelaten voorstellen. De enige manier om je aan die wereld te onttrekken van de onderdrukking en van de feodaliteit is door middel van geld. En vandaar die obsessie van die vader. Dan iets over te snel groot worden en de rol als intermediair. Dat gaat over Osama. Het perspectief ligt bij Osama. Hij vertelt het verhaal. Dat wringt zo nu dan wel, want je denkt: een jongen van 11, 12, hoe kan die dat nou zo formuleren? Dus dat is een beetje volwassen perspectief. Aan de andere kant, het is een jongen die heel snel volwassen moet worden. Hij zit tussen vader en moeder in, als intermediair, als bemiddelaar, en is voor zijn vader vooral bemiddelaar als het gaat om het stratenplan en om het beheersen van de taal. Hij moet vaak tolken en hij kan het stratenboek goed lezen. Als zijn moeder naar de dokter gaat, moet hij tolken en hij bemiddelt tussen kopers en vader als dat zo uitkomt. Hij is behalve dat ook luisterend oor voor zijn vader. Verhalen over het verleden, daar hebben we het over gehad. Hij schippert eigenlijk tussen twee culturen en is daarom vooral ook een buitenstaander. Hij is heel anders dan zijn vader en zijn moeder. Hij verlangt ook helemaal niet naar Marokko. Hij wil hier zijn weg vinden, maar het is een beetje onduidelijk wat hij nou precies is qua identiteit. Is hij nou een Marokkaan, een Nederlander of is hij het alle twee? Dat buitenstaander zijn wordt nog versterkt door zijn groeistoornis, zodat hij groter lijkt voor zijn leeftijd. En een jongen van een jaar of 12 is hij eigenlijk helemaal niet. Zo ziet hij er niet uit, maar zo moet hij zich ook niet gedragen. Hij moet zich veel te snel volwassen gedragen.
Hij draagt veel te snel verantwoordelijkheden, zoals luisteraar, sjouwer, stratenlezer en een kind dat zijn ouders al op jonge leeftijd doorziet. Hij kijkt er doorheen, door de figuur van zijn vader. Hij kan alleen aan de werkelijkheid ontsnappen door te lezen. En dat doet hij dan ook volop. En hij leest bijvoorbeeld ook de Odyssee van Homerus. Daar kom ik zo nog op terug. Je kunt een weekendmiljonair op twee manieren lezen. Een verhaal over een migrantengezin dat in Nederland zijn weg moet vinden. Dat is één manier om het te lezen. Een tweede manier is het verhaal lezen als een verhaal over Osama's zoek naar zijn identiteit. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Behoor ik bij deze of bij de andere groep? Marokkaan, Nederlander, tussenin. En ja, die Osama is nog erg jong om een identiteit te kiezen en om er een te ontwikkelen. En hij wordt eigenlijk belemmerd in die ontwikkeling door die dominante vader en door zijn vaders verleden. En nou, er is zo'n verhaal in de Odyssee, dat gaat over de zoon van Odysseus, die heet Telemachus. En die leed ook onder de afwezigheid van Odysseus. Of Odysseus. En die leidde ertoe dat Telemachus zijn moeder moest beschermen. En ook al heel snel een volwassen rol moest aannemen. Nou, iets soortgelijks is hier dan ook het geval. Alleen gaat het nu over de heel erg sterke aanwezigheid van, niet afwezigheid van Odysseus, maar de aanwezigheid van een dominante vader die belemmert in de ontwikkeling van die jongeman, Osama. Rotterdam is net als het gebied in Marokko een gebied waar een water doorheen stroomt, waar een rivier doorheen stroomt, waarin wijken gedeeld worden door die rivier, waar een redelijk groot verschil bestaat tussen rijk en arm. Dus dat is een soort spiegelbeeld van wat er in Marokko aan de hand is. Want het speelt in Rotterdam en daar komen zijn ouders in feite vandaan, of daar wonen ze in feite. En daar proberen ze een steeds beter huis te veroveren. Ook is dat wel met een toch redelijk groot verschil tussen rijk en arm. Dus dat is een spiegelende overeenkomst. Dan de raamvertellingen. Een raamvertelling is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Het is gewoon een verhaal in een verhaal. Dus je begint een verhaal te vertellen en ineens laat je een van de personen iets zelf vertellen over zijn jeugd, noem ik maar, als voorbeeld. En dan krijg je een verhaal in een verhaal. En dat is eigenlijk iets wat hier heel heftig optreedt. Een niet-chronologisch verteld verhaal is het, met het perspectief van Osama. En het heeft heel veel verhalen in het verhaal, namelijk die over het verleden van die vader en moeder. En die verhalen uit het verleden werken in op het heden. Zo'n structuur heet dus raamvertelling. En dat is dit heel duidelijk. Nou, samenvattend kun je zoeken naar een thema in dit verhaal. Je weet uit mijn video's dat ik als thema definieer wat de lezer ervaart als het centrale onderwerp of probleem. Nou, het lijkt mij dat dat rijk willen worden van een allochtoon, dat van een migrantengezin, dat het thema is. De motieven zijn dus dan het belemmerd worden in de identiteit, het Odysseus-verhaal dus, zoals ik heb gezegd, het gevecht om die identiteit te krijgen, zou je ook kunnen zeggen. En dan een dominante vader als motief, dat is wel heel erg duidelijk door het hele verhaal heen. Het verleden dat het heden beïnvloedt. Je hebt bijvoorbeeld een auteur in Nederland die inmiddels overleden is, Marga Minko, die oorlogsverleden steeds in het heden present stelt. Dus die doet hetzelfde, het verleden naar het heden transponeren en dan zeggen welke invloed gaat daarvan uit. Dat is in dit boek ook het geval. Het verleden, een heel ander soort verleden dan binnen Minko natuurlijk. Het verleden beïnvloedt het heden. Het schipperen tussen twee culturen.
Nou, dan gaat het voortdurend over als ze op weg zijn met die meubels, de ontmoeting met autochtone mensen en hun eigen wereld en wat de verschillen in cultuur zijn. Ik vond het nog heel opvallend dat hij de vader een onderwijzer heel slecht vond die eigenlijk benadrukte dat hij kritische leerlingen, hele goede leerlingen vindt, die niet geneigd zijn om alles verzoete koek te slikken. En dan zegt zijn vader, hier leer je niks van deze onderwijzer. Nou, dan zie je zo'n botsing tussen twee culturen. Die botsing vind je ook wel terug als je de wereld van de buurvrouw vergelijkt met die van Ahmed en Layla. Een sterke, kritische moeder kom je in verhalen van allochtone migrantenliteratuur wel meer tegen. Hoewel je ook veel zwijgzame en onderdrukte moeders tegenkomt. Maar zo'n sterke, kritische moeder zit hier in het boek ook duidelijk als motief verborgen. En dan, het staat ook op de voorpagina, daar staat een mooie foto van een Ford Transit op. Ik zou zeggen, die Ford, die rode auto, is bijna een personage in het verhaal. Het is een heel belangrijk motief, denk ik. Het hebben van die Ford Transit is succesvol zijn. Het is de beste bestelauto die er bestaat. En nou, ja, dat kwijtraken en weer terugstelen van die auto. Ja, Ford Transit is een motief. Ik dank je weer dat je wilde afstemmen op mijn kanaal. Ik hoop dat het je wat geholpen heeft. Combineer het met de samenvatting die op scholieren.com staat, waarin je het verhaal nog eens heel overzichtelijk gepresenteerd krijgt en je dat niet kwijtraakt met het optimistische einde. Het toch wel mooie einde waar Osama mag stoppen met het meubelbezorger zijn en waarin hij de hormooninjecties niet in Zwitserland hoeft te halen, maar ze gewoon in Nederland kan krijgen en hij kan dan geïnjecteerd worden door zijn vader of zijn moeder. Nogmaals bedankt. Ik wens je verder een fijne dag. Op naar het volgende boek.